Scheepsroeven voor mammoetankers worden steeds groter, omdat ze schepen moeten voortstuwen die ook steeds groter worden. Alleen al de brug heeft de afmetingen van een flinke sporthal. Maar pas goed ontdekt men de grootte van zo'n tanker als er vergelijkingsmateriaal naast vaart. De zesbladige schroef voor deze mammoetanker werd gemaakt in een van de grootste scheepsroevenfabrieken van de wereld, in Drunen, waar het productieproces begint met het modelleren van de gietvorm in cementzand. De zes bladvormen worden vervolgens gegroepeerd tot een holle scheepsschroef in cementzand. Voor elke schroef gelden toleranties die een horlogemaker jaloers zouden stemmen. Meer dan 80 ton metaal is er nodig voor de reusachtige schroef die een doorsnede krijgt van ruim 9,5 meter. Het gloeiende metaal verspreidt zich in de gietvorm. De zogenaamde tegenschuimers moeten voorkomen dat zich verontreinigingen vastzetten in het metaal. Als na een week het metaal gestold is en de gietvorm is verpulverd, gaat de ruwe schroef naar de slijperij. De slijpers hebben de taak de schroefbladen precies zo ver bij te slijpen als tevoren door de computer is berekend. De schroef moet in feilloze balans op de schroefas kunnen draaien. Deze vakmensen kunnen met de vrij zware apparatuur tot op 14e millimeter nauwkeurig slijpen. Een enerverend werk, want één fractie te veel en de schroef moet worden afgekeurd. De enige plaats waar controle niet met de computer kan gebeuren, is de rand van de bladen. Wanneer tenslotte het oppervlak volmaakt glad is, is het tijd voor de eindcontrole, waarbij de opdrachtgever zo nodig met een loep laat speuren naar eventuele ongerechtigdheden. Voor het vervoer van deze grote schroeven is een speciale oplegger geconstrueerd. Een viaduct op de weg naar Rotterdam moest met ijzeren balken versterkt worden. De schroef alleen al weegt 62.000 kilo. In de komende tijd zullen nog veel van zulke grote schroeven vervoerd worden naar scheepswerven in Nederland en in andere landen. Want voor de olieindustrie zijn nog steeds mammoetankers in aanbouw. De aanwezigheid